De stichting Kunye Akata van Tabasi Ramon Maknak zal op 3 juni van start gaan met het verzorgen van een Kromanti-cursus. De stichting wil door middel van deze cursus meer bekendheid geven aan de Kromanti-taal en het Winti-geloof. Voor Winti-beleiders is het erg belangrijk om de samenleving beter te informeren over het Winti-geloof. Het geloof heeft niets te maken met duivelachtige handelingen. Volgens voorzitter Maknak is de Kromanti-tongo een sleutel naar het Winti-geloof. Vandaar dat er is gekozen om deze cursus te verzorgen. Als we moeten aannemen dat wetenschappelijk is bewezen dat de eerste personen donker mensen waren, dan nemen we aan dat ook deze taal door de eerste mensen werd gebezigd. Tussen onderling, maar ook naar de schepper toe. Dus uit die taal kan je heel veel halen. Het is een taal die normen, waarden en zeg maar vorming geeft. Omdat het een taal is die niet op grammaticale basis gestoeld is, maar meer op letterlijk maar figuurlijk. Het is een taal dat uit gezegden bestaat. Dus in Saranatong zou men zeggen odos. Het zijn eigenlijk zijn het citaten. En het is heel belangrijk om te weten wie je bent, van waar je komt en waar je staat en wat je volgende doel is. De cursus is bestemd voor elk individu, organisatie of ministerie. Maknak benadrukt dat het Winti-geloof tolerant is naar elk geloof en elk individu. De stichting staat open om mensen wegwijs te maken. Door die taal dan ga je meer inzicht krijgen in de materie. En hoe, wat, waar en wanneer. Door die taal ga je zien dat er normen en waarden zijn en dat er spreuken erin voorkomen die jou eigenlijk bindt aan een bepaalde leefwijze, leefstijl, dat voorbeeldig moet zijn, representatief naar de samenleving. Het is heel belangrijk om dan, vinden wij van dit instituut, om dat dan aan de mensen over te brengen. Maar je hebt niet zoveel kenners meer, een paar in het binnenland. En er staat niet zoveel die dat nog puur kunnen overbrengen. Vandaar dat we het initiatief hebben genomen om zo'n cursus te geven. Het is niet een makkelijke iets ook, omdat die taal, zoals we hier in Suriname van verschillende afkomsten zijn, zijn de mensen van Afrikaanse afkomst ook vanuit verschillende plaatsen uit Afrika naar hier gebracht. Waardoor de Kromanti-tong ook een bepaalde mengeling heeft, maar er loopt toch een rode draad. Ramon Maknak, voorzitter van de stichting Kunye Akata. De stichting zal op 3 juni van start gaan met een Kromanti-cursus.